Ja, dus als je net inlogt, deel het en maak er een videoparty van. En hopelijk lukt het nu wel. He, want Facebook lijkt er toch wat minder zin in te hebben de laatste tijd. Hebben we even over de wraking gehad. Nou, we zijn dus allemaal nieuwe feiten boven tafel gekomen. Het belangrijkste is eigenlijk de IFR. En de IFR die blijkt dus lager te zijn dan de griep van 2018. En as we speak krijg ik van professor Pierre Capel de onderbouwing daarvan. We direct insturen naar de rechtbank. Dus dat is eigenlijk het aanbieden van nieuw bewijsmateriaal. Maar dat is niet het enige. In Zuid-Afrika is er een zaak gewonnen. Omdat er eigenlijk ongrondwettelijk is gehandeld. Hè. Er is geen proportionaliteitsonderzoek gedaan. Waardoor er niet getoetst kan worden of de maatregelen wel proportioneel zijn. En vandaag ook nog eens uit de Belgische hoek kregen we het stuk door wat er in Engeland in het parlement is gepasseerd. En dat was helemaal een bombshell. Dat gaat over Neil Ferguson, de beruchte man kan ik inmiddels zeggen over de modellen. Die heeft daar toegegeven dat die modellen absoluut niet gebruikt kunnen worden voor het voorspellen van epidemieën. Dat betekent dat al die voorspellingen met R0, RT, RE allemaal weg moeten. Dat is geen bewijs. Die moeten direct van tafel. Dus het argument van er zijn zoveel doden voorkomen, is in al die rechtszaken hiermee komen te vervallen. Dus nog eventjes opsommend, wat wordt er eigenlijk... ja, ik krijg hier ook nog inderdaad in Duitsland is ook het gerecht die heeft gezegd van er mogen de lockdownmaatregelen in de gemeente die daar was vastgezet mag niet worden bevestigd of verstevigd. Zuid-Afrika, IFR onder de 1 en Neil Ferguson. Dus al die modellen die zijn niet voorspellend en mogen dus niet gebruikt worden. Ja, daarmee is denk ik de bewijslast zo ver naar onze kant geslagen dat het niet meer uitmaakt of de rechter wel of niet partijdig is. Want ik neem aan dat elke rechter zijn eigen carrière niet op die manier op het spel gaat zetten. Oké, gaan we binnenkort zien. Krijgen we weer een nieuwe zitting over. Dan wil ik nog eventjes richten op wat het spel nu is. Dat is in de noordelijke provincies een demonstratieverbod hebben gekregen. Ja, dat gaat wel erg ver, hè? Volgens mij was dat nog grondrecht. En dit bedoelde ik al met van mensen die demonstreren voor onze vrijheid. Inmiddels is ook een van de organisatoren in Utrecht, Tienus Koops, is gearresteerd op het zogenaamd bedreigen van de burgemeester. Ik vind het hoogst dubieus en ik wil jullie ook allemaal oproepen om heel kritisch hiernaar te kijken. En waar nodig de gemeentes en de lokale media eventjes aan de tand te voelen van wat er nou precies aan de hand is. Ja, ik krijg ook van sommige mensen het gevoel of eigenlijk het bericht van zijn jullie alt-right of extreem rechts of wat dan ook. Ja, mensen, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Dat gaat natuurlijk nooit plakken. Ik heb familie in Ghana, in Curaçao, in Finland. En we hebben meerdere islamitische mensen in onze organisatie zitten. Dus weet je, het maakt niet uit. Iedereen die dat probeert om ons op die manier te framen, die zal bot vangen. Dus voor al onze medestanders, laat het gaan, want dat slaat echt nergens op. Het noorden onafhankelijk, ja, dat vind ik ook een mooie. Hè? Daar gaat het dan bijna naartoe. Ik zal niet oproepen tot het afscheiden, maar ik vind het wel weer typisch dat die noordelijke provincies hun eigen koers varen. Ik heb ook de eerste gemeente gezien die al heeft aangegeven wij doen niet meer mee met de coronaregels. En dat is echt vol lof, hulde. Ik vind dat een getuige van moed. Dan... Ja, hè, dus als je wil dat er meer mensen kijken, deel dit dan eventjes. En dan kan je een videoparty van maken. Dus steek die boeren een hart onder de riem. Ik zie, oh, hier, Joop Lammers is ook al gearresteerd. Ja, dus ze zijn allemaal mensen aan het arresteren. Ik denk niet dat ze hier langs zullen komen, maar je weet maar nooit. Ik heb een team Duitse cameramensen, dus of ze dat durven, dat weet ik niet. Dan nog iets. Gisteren hadden we de mediaactie en die pakte wel prachtig uit. Hè? Er werd direct geframed alsof wij bij het verkeerde gebouw stonden, maar we stonden natuurlijk bij het goede gebouw. Er waren twee adressen gegeven. En één was vanuit RIEC, mag je opzoeken wat dat betekent. Het is ook een dubieuze organisatie. Maar er stond dus een deel van de demonstranten stond bij het RIEC. En wij van Viruswaanzin stonden bij het hoofdkantoor van het AD. En daar hebben we bloemen overhandigd. Dom waren en niet goed geïnformeerd en bij het verkeerde gebouw stonden. We hebben dit helemaal nagezocht. En point is proven. Ja? De media, misschien hebben ze helemaal niks kwaads in de zin, maar ze nemen dus klakkeloos over. Het gaat over een berichtje van het ANP, die zo naar alle kranten is doorgestuurd en daardoor kwamen daar verkeerde verhalen in. Wij stonden bij het AD, maar zelfs bij het AD gebeurde het. Dus ze geloofden eerder het bericht van het ANP dan wat ze zelf zagen. We hebben namelijk die bloemen overhandigd en in de laatste verbetering verkeerd. En dit is dus echt het punt waarom we heel kritisch moeten blijven op de media. Want het lukt ze echt niet om het goed te doen. En waarom? Dan ben ik weer aan het gissen naar motivatie en intentie. Het doet er niet toe. Wij moeten nu de media heel scherp houden, want ze hebben onze hulp keihard nodig. Ze kunnen het niet alleen. Over dat hele relaas van die mediaactie zullen we een klein filmpje maken. Dat zal Mori dadelijk delen. Ik krijg allemaal berichten dat er allerlei organisatoren van demonstraties gearresteerd zijn. Wij willen dat graag checken, dus laat het ons weten als het gedubbelcheckt is. Dan hadden we nog wat. Ja, misschien nog wat het belangrijkste. Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, die heeft toch erdoor gedrukt dat het RIVM nu illegaal onze gegevens, onze digitale gegevens gaat gebruiken van zendmasten. En van wat ik ervan begrijp is worden, ondanks dat elke organisatie en instantie zich daartegen heeft verzet. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Wij worden gestalkt door onze minister. En ik roep iedereen nu officieel op om aangifte te doen tegen minister van Volksgezondheid wegens stalking. We zullen dadelijk een voorbeeld op onze website zetten van hoe je dat dan moet doen. Maar je kan het ook gewoon al zelf doen. Oh, ik zie allemaal geen geluid. Hallo? Hoor je me nog? Ja, oké. Je kan het ook gewoon zelf doen. Dat doe je door naar je lokale politiebureau te gaan en aangifte te doen tegen de minister wegens stalking. Want hij valt ons allemaal lastig. Los van de regeltjes, nu dus ook met de digitale wetgeving, die eigenlijk geen wetgeving is. Dit gaat echt veel stappen te ver. Hou het netjes. Het is niet persoonlijk. Het is naar de minister gericht. Het gaat niet over de persoon Hugo de Jonge zelf. Maar het is wel lastigvallen en het is stalking. We hebben dit juridisch uitgezocht. Het klopt. Dus doe aangifte. En ik hoop echt dat we met z'n allen tot minimaal 50.000 aangiftes komen. Er zijn nog heel veel rechtsmiddelen over. Ik krijg hier een vraag van Irene. Maak je geen zorgen. Hè? We hebben nu nog een zitting. We brengen het nieuwe bewijs binnen. Maar dan hebben we daarna nog de rechtszaak tegen het RIVM. En we hebben de volgende alweer in de maak tegen de staat. En daarna zijn er nog een paar. Dus we zijn nog lang niet uitgespeeld. En wat we van jullie graag willen is natuurlijk dat jullie ons blijven supporten. Dat je mensen in je omgeving wakker blijft schudden. Maar met liefde en geduld. Hè? Want het gaat er eerst om dat ze uit de angst komen. En dan pas kunnen ze rechten ontvangen. En blijf al die organisatoren van de demonstraties steunen. Wat heel erg belangrijk is dat we dit actief houden. Dat mensen zien wat er gebeurt. Ik denk dat ik zo het wel een beetje heb. Even kijken of er nog belangrijke vragen zijn.